We rijden mee met de regio Limburg-Zuid in Born op de Prins Bisdomstraat. Surveillante Frans en Roel hebben de bestuurder van een gepimpte bromfiets in het vizier. Je is gestopt. Ja, ik moet net zeggen. Zet hem met een boel. Ik doe een Willy. Het is op de camera helaas niet goed te zien, maar de bromfietser reed op zijn achterwiel. Jongeman. Goedenavond. Je mag even de rijbewijs laten zien in de papieren van de bromfiets. Goed, kom even mee daarachter. Dat plaatje zit er niet goed, hè? Daar begint het mee. Zit het niet goed? Nee, dat is niet op de voorgeschreven wijze zoals het wat te zetten. Ja? Dan rij je op de kerkstraat met je helm niet op. Of in ieder geval boven op je kop. Ja. En je maakt hier een wheelie. Je trekt hem zo bij de achterwielen. Dan heb je het ding niet naar behoren onder controle. Dan krijg je een probleem voor en dat is een hele duur. Je bent gewoon stoer aan het doen hier. Meer is het niet. Je bent gewoon een beetje stoer aan het doen. Ja? En je weet dat we dat niet willen hebben. Nee, dat weet je zelf. Je wil gewoon een beetje. Ga even erachterheen, joh. Er komt niet van niks. Hier staan. Ja? Ben je met me eens of niet? Ik ben het met je eens. Goed zo. Maar je is technisch ook niet in orde, dat weet je ook. Hè. Technisch? Ja. Dus je komt bijna nooit buiten. Dat moet ik wel zeggen. Nee, maar hij is niet zoals hij hoort te zijn, dat weet je. Ze zullen we afspreken als ik je de volgende keer zie dat hij goed is. En zo niet, dan gaan we eens kijken wat er allemaal mis mee is. Is goed. Ja? Lijkt me toch een verre afspraak, of niet? Ik vind het goed. Prima. Jongens, ga nou even erachterheen. Ja? Hey, daar heb ik dus geen zin in. Ik ga erachter staan, daar stonden jullie net ook. Jullie hoeven niet in de auto te komen zitten. Daar hebben jullie niet bij nodig. Nee. Ja, geldt ook voor jou. Even een beetje afstand houden, alsjeblieft. Ja? We doen alleen maar ons werk hier, meer niet. En dan kunnen jullie netjes wachten daar. Ja? Heeft u vroeger ook zo gedaan met de scooter? Met een brommer die u had? Ik heb nooit zonder helm gereden, nee. Nee, want ik weet helaas, misschien dat het jou niet duidelijk is, maar als jij met je brompjes over onderuit gaat. Ja, die hersenpan kan niks, die hersenpan die kan niks hebben. Dat weet ik. Ja, dan snap ik niet dat je helm niet fatsoenlijk draagt. Als je dat weet. Je hoeft geen verklaring af te leggen. Maar de reden van jouw rijstijl. Nee. Je wil niks vervuld, niks verklaren. Ik heb altijd zo gereden, dus. Goed, meneer. Amen. Deze, dat Christus Oel met, dat is 70 euro. Ja? De andere, dat kreeg ze toe. Dat is voor de helm, ja. Het is het kinbandje niet vast. Ja. Want dat is er niet van niks natuurlijk. En als het hoeveel is, en dan heb je de helm mee. Ja, dan wordt het alleen maar erger. Hè. In plaats dat ze minder letsel kreeg ze nog meer letsel. En dat is net wat voor niet willen. Dus vandaar dat, dat is deze. De bond gaat naar de officier toe. En de officier gaat zich buigen over de hoogte van de boete. Dat gaat naar die verleden kijken. En aan de hand over gaat er dan bepalen wie hoog die boete wordt. Dus daar zullen ze TZT. Dat zullen ze zeker krijgen te horen, joh. Dan krijgen ze de TZT wel bericht van. Goed. En als er wel, ja, dan laat er niet misschien voorkomen, dat zou we nog kennen. Dus, maar goed, dat is aan hem niet aan ons. Ja? Goed, als je geen vragen meer hebt. De jongen mag zijn rijbewijs inleveren en de officier van justitie zal verder over zijn lot beslissen. De bekeuring voor de helm bedraagt sowieso 70 euro.